Wij hebben 3 cactussen gemaakt. Wij gebruikten koperdraad en dan moesten wij die eerst strippen. Daarna moesten wij die rechten en dan konden we vormen gaan maken. Met die vormen moesten we die dan ook aan elkaar maken met tin en met de soldeerpot. En daar hebben wij ons wel een paar keer mee verbrand. De teamwork was wel goed. Het was ook leuk om te doen. Ja. Wij hadden dat alle 4 op ons lijstje staan. Dus dat was, wij hadden dat wel al snel gekozen dat wij cactussen gingen maken. We hebben een vliegtuig gemaakt. En soms heb ik me wel vaak verbrand. En daarom hebben we dan ook zo grijpers gebruikt om dat vast te houden. Dan ging dat gemakkelijker. Dan kon je niet zo goed verbrand worden. En de figuurtjes maken en de vormen was soms ook moeilijk. Ja. Dus we moesten eigenlijk ook dat die koperdraad strippen en ook rechter maken. Dus dan moesten wij dat eerst goed vastmaken, zodat we daar goed hard aan konden trekken. En we moesten dat ook strippen, maar met een gestrakte hand, zodat je niet zou wegleiden. We zijn alle drie zo fan van auto's en van vliegtuigen. En we vonden het wel leuk om een oorlogstraaljager te maken. En dan hebben wij, zoals Senne daarnet al zei, hebben wij 1 keer opnieuw moeten beginnen. Omdat wij een verkeerd ding hadden in ons ontwerp eigenlijk. Dus dan hebben we opnieuw begonnen. Maar dan is het eigenlijk wel beter uitgekomen met ons nieuw vliegtuig nu. En we hebben een soort van, niet echt een straaljager, maar gewoon een vliegtuig gemaakt. We hebben ook wel veilig gewerkt. Ik heb mij wel een paar keer verbrand, maar alles ging wel oké. En dan bij dat strippen moest je dus je arm heel goed strekken. Wij maken een sneeuwpop. Wij gingen eerst een pinguïn maken, maar dat was niet gelukt. Dus gingen wij een sneeuwpop maken. Die sneeuwpop was, dat was een beetje een verandering van een pinguïn. Omdat die pinguïn die was te moeilijk. En die opdracht vond ik wel leuk, maar ik kon het niet zo goed. We zijn een sneeuwpop aan het maken, maar dat was eerst de bedoeling om een pinguïn te maken, maar dat was te moeilijk. Dus we gingen maar een sneeuwpop maken. En Kas en Yassir zijn zo wat met de draden bezig en ik ben aan het solderen. Die draden heb ik stijf gemaakt en ik heb dat eraf gesneden. Wij zijn een oud vliegtuig aan het maken en ik heb de propeller al de vorm gemaakt en ik heb geholpen om het vliegtuig met aan elkaar de 2 zijden aan elkaar vast te maken en de vleugel ook vast te maken aan elkaar. Ik wilde eerst een eenhoorn maken, maar dat is niet zo goed gelukt. Allee, die is kapot gegaan in een lokker van Camille, dus hebben we dan besloten om een planeet te maken. Daar zijn we nu nog altijd aan bezig. Wij zijn 2 vogels aan het maken die samen in een hartje hangen. En Fauke soldeert en Zara en ik nemen soms de draad vast die gesoldeerd moet worden. En voor de rest doen wij alles wel samen. Ik en Lia, we zijn bezig met een vliegtuig aan het maken, want Roy is weg. En wij hadden een derde hand nodig, want met 2 is dat moeilijk om te maken. En hebben wij dat aan iemand gevraagd om ons te helpen. Wij gingen een dromenvanger maken met daarin allemaal figuurtjes. Die figuurtjes waren wel heel moeilijk om te maken omdat die heel klein zijn. Dus dat is veel prutswerk en zo. Maar tot nu toe gaat dat wel goed. Dus ik hoop dat het eindresultaat ook mooi gaat zijn. Vandaag zijn we rendieren aan het maken. Er is iemand ziek, dus moesten we vandaag alles met 2 doen. De horens waren het moeilijkste, want dat is veel solderen. Dat is prutswerk. Wij zijn vogels aan het maken. En eerst gingen we 3 vogels maken, maar de derde lukte niet zo goed. Dus hebben we er nu 2. En wij doen eigenlijk wel het meeste samen. Ja, Noah en ik, we zijn bezig aan een dubbeldekker vliegtuig. Maar ja, Roy is naar een andere klas, dus Yassir heeft ons moeten helpen met iets, dus onze derde hand eigenlijk.
Ja, straks gaan we hem nog eens nodig hebben. Dus. Ja, nu zijn we momenteel nog niet klaar, maar dat gaat wel vlot vooruit. Ik en Simon en ook Daan zijn aan een rendier bezig om te maken. Daan is nu ziek, dus Simon en ik doen dat nu. We zijn nu aan de omtrek van het hoofd bezig. Ik vond de opdracht ook heel erg leerzaam en ik vond dat ook leuk om onze eigen creaties, dat we dat mochten kiezen, maar ook weer niet, omdat we dan ook moesten discussiëren van wat we nu echt gaan doen en wat niet, want we zijn 3 keer veranderd van, 3 keer van onderwerp. Maar we hebben wel geleerd van onze fouten. Ik vond het leuk dat je zelfstandig mocht werken en dat je ook met al die materialen mocht werken. Ik vond het ook leuk dat je samen mocht werken. En ja, ik vond het ook gewoon leuk om te doen. Ik vond het ook heel tof. Ik zat in een tof groepje. We hebben veel samengewerkt. En ja. We moesten ook voor de veiligheid het zakmes altijd dicht doen. En de soldeerbout van achter op de tafel leggen om ons niet te verbanden. Ja, in het begin was dat ook, dat we ons is verbranden en ja, doordat die draad zelf ook heel warm werd. Maar dan deden we ook voor mij een tangetje dat je dat kon tegenhouden en er iets op leggen. En dan uiteindelijk is het toch wel goed gelukt. Onze arm moest altijd gestrekt zijn bij het strippen. Omdat, ja, anders, als je uitschiet, dan kun je ergens tegenzitten waar je eigenlijk niet wil tegenzitten. Ik vond de opdracht heel moeilijk, maar ook wel heel erg leerzaam. We wilden eerst een dodecahedron bouwen, maar dat was te moeilijk. Dan gingen we een 6-hoekige cilinder maken. Dat was ook te moeilijk. Maar die was mislukt dus. En dus gingen we een kubus maken, maar die was dan ook mislukt. En dan hadden wij bijna geen tijd meer, dus wij wilden een raam maken. Maar, en dat is niet af. De teamwork was niet zo goed. Dat was een beetje, wij waren zo veel aan het discussiëren wat we dan gingen doen. En, ja. Als je 3 verschillende rechte stukken aan elkaar soldeert, dan lukt dat niet, omdat je telkens het wel gesoldeerd is weer smelt. Ja. Dan valt het uit elkaar. Dus als we dan nog eens een kubus gaan bouwen, dan gaan we een groter deel plooien, zodat je telkens maar met 2 stukken aan elkaar soldeert. En dan moet je minder solderen en dan is dat makkelijker. En dan verspillen we ook minder tijd en dan kunnen we dat ook af hebben. Want ja, dat is net hetzelfde als deze. We moesten heel veel solderen en daarom hadden wij dat ook niet af en dat is ook niet zo groot. En dus dat was onze fout. We zouden dan beter weten wat we dan zouden doen en niet meer tijd verliezen aan moeilijkere dingen, maar dan aan iets makkelijkers beginnen. Ik zou mij minder verbranden. En een jongen van een ander groep heeft ons ook een beetje geholpen. En dat vond ik heel lief. We hebben een pandabeer gemaakt. En het was heel leuk om te doen, omdat je zelf wel kon kiezen wat je mocht maken en zo. En soms was het wel een beetje moeilijk om te solderen, maar uiteindelijk is het toch wel een beetje gelukt. Ja, wat is het idee om een pandabeer met een brilletje te maken? Ja, dat is dan uiteindelijk toch gelukt. Maar het was wel moeilijk om die deeltjes eraan vast te maken, want dat viel er de hele tijd af. Dus uiteindelijk is dat dan toch gelukt. Ik denk dat niemand van ons zich echt verbrand heeft. Nee. Ja, ik ben wel 1 keer verbrand. Maar voor, voor de rest was het wel leuk om te doen en het ging ook wel goed. Ik denk dat we ook wel goed hebben samengewerkt, want alles verliep wel goed en iedereen heeft van alles een beetje kunnen doen. En we hebben ook altijd het breekmes telkens terug
mooi gelegd dat, dat niemand zich kon bijdoen of zo. Dit is eigenlijk een droomvanger met een Eiffeltoren erin, omdat ik een droomvanger wil maken aan Saartje een Eiffeltoren. En wij konden niet beslissen wat wij gingen kiezen, dus we hebben dat maar tezamen gedaan. Het was eigenlijk best moeilijk, omdat er veel kleine stukjes in zitten, om die aan elkaar te solderen. En we hebben ons ook best vaak verbrand. Ja, zo die kleine stukjes die kwamen altijd maar los op elkaar en zo. En die wilden nooit echt blijven plakken. Als je twee dingen aan elkaar soldeert, is dat gemakkelijk. En als je dan een derde eraan soldeert, is dat moeilijker. Onze samenwerking was best goed. We waren maar met twee, dus er waren eigenlijk niet zoveel problemen. Ja.